Op zaterdag 17 februari vond de opening plaats van een bijzondere kunstexpositie. Gedurende enkele maanden is dan het werk van Janneke Timmer-Arens Vingerling in het Dorpshuis van Ochten te zien. Diverse schilderijen in olieverf, acryl, aquarellen en pentekeningen behoren tot het oeuvre. Daaronder zijn landschappen, sfeerimpressies, maar ook betussen kerkjes en een aantal portretten. Daarnaast zijn er voorbeelden van papierknipkunst te zien. Zij volgde onder andere lessen in Zwitserland en bij beeldend kunstenares Mineke Wolschoot uit Tiel. De expositie is tot begin mei te zien in Dorpshuis aan de Van Drielstraat in Ochten. De toegang is gratis.